Het is de kleinste gemeente van onze regio, maar je woont er hartstikke fijn. In Bunnik. In veel lijstjes komen de inwoners er als gelukkig uit. Dingen zijn goed geregeld. Maar de waard der volkeren bereikt ook Bunnik. Want het moet groeien. Er is een groot woningtekort in onze regio. En Bunnik moet bijspringen. Maar bouw je dan binnen de dorpen of bouw je een hele nieuwe woonwijk. Bijvoorbeeld naast de Dat zijn vragen die de gemeenteraad bezighouden. Want hoe zorg je ervoor dat het allemaal geen verkapte Vinex wijken worden. Maar dat het dorpse karakter blijft bestaan. En hoe kom je er? Het station van Bunnik staat weer ter discussie. Want zoveel treinreizigers heeft het niet, maar de partijen vinden het wel een belangrijke plek in de gemeente. Ze willen er zelfs een knooppunt van maken. Een knooppunt voor reizigers naar het Utrecht Science Park. Ze dus moeten bijvoorbeeld heel makkelijk worden om op de fiets te springen en die twee kilometer even af te trappen. Maar dat kost natuurlijk wel geld. En een feestelijk moment voor de gemeente Bunnik, deze verkiezingen, want er zijn twee extra zetels te verdelen. De gemeente is namelijk door de magische grens van 15.000 inwoners gegaan. Maar dat roept ook de vraag op: kan zo'n kleine gemeente al die grote taken die er nu liggen nog wel aan? De politiek nu denkt van wel. Ze moeten namelijk ook een nieuwe burgemeester gaan kiezen. En die ga je niet kiezen voor een jaartje om vervolgens de gemeente te laten fuseren. Maar toch is het wel een vraag die leeft binnen de gemeenteraad. Hoe gaan ze daarvoor zorgen en hoe blijft die kleine gemeente Bunnik toch bovenaan in al die lijstjes staan?